Super! Dus als het goed is, heb je de basis nou goed. Je weet hoe je moet zitten. Basispositie. Vergeet niet te ademen. Dus we gaan weer in de basispositie. Brandon, kom op de knieën en de handen. Zorg ervoor 90 graden in de knieën, heupen. Handen onder de schouders. Activatie van de rug. Activatie van de buik. Lange nek. Blijf ademen. Je zal zien dat dat moeilijk is in het begin. Maar blijf ademen. Van hieruit gaan we één been lang maken. Strekken naar achter. En dan zie je dat het helemaal niet zo ver hoeft. En weer terug. En doe maar een paar keer. Ja, activatie. Zorg dat je niet verliest. Een paar keer. Niet zo ver. Zorg dat de bil goed aanspant. De hamstrings. En weer terug. Verlies niet de spanning in de rug. Verlies niet de spanning in de bil. Hou die core goed. Doe nog maar een keer. Ja. Oké, dus zo moet hij. Nou, wat heel veel mensen fout doen, is als ze het been lang maken, tot ze met het bekken gaan draaien. Dat verliezen ze. Dus kan je ontspannen, Brandon. Ja, dus dan verliezen ze de core. Doe maar omhoog. En dan zien we vaak dat er dit gebeurt. En terug. En dan doen we het iets overdreven laten zien. En dan doe je dit. Zorg dat dat niet gebeurt. Zorg ervoor dat dit level blijft. Oké? Zorg ervoor dat je goede activatie weer hebt. Verlies niet die rug. Lang maken. Dat is een belangrijke. Verlengen. Breng hem naar achter. Level houden. Aanspannen, aanspannen en weer terug. Blijf ademen. Oké? Ontspan. Ontspan. Zo verliezen we hem. Dit willen we niet. Activatie. Basis. Omhoog. Aanspannen, aanspannen en weer terug. Blijf ademen. Focus en andere kant. En weer terug. Ja, super. Dus 10 keer rechts, 10 keer links. Totaal 20 keer. Het kan gewoon links, rechts, links, rechts. Geen probleem. Maar zorg ervoor dat je geen klachten krijgt. Als het gaat branden in onderrug, dan is het te gespannen, te holle rug. Je wil het in de billen voelen. Maar blijf ademen.